pakketje is binnen met alle kleren. Voor ons alle vier zitten de kleren in. Dus, dat gaan we straks allemaal passen. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag zaterdag, het tweede weekend van de coronatijd, kan ik wel zeggen. Dus we hebben niet zoveel te doen dit weekend. Dus ik dacht, mooie tijd om mijn kamer even gewoon goed op te ruimen, goed schoon te maken, alles even afdoen. En mijn kast een keertje uitmesten en gelijk schoonmaken van binnen. En ik dacht, kan ik aan jullie laten zien. Maar dan kan ik ook gelijk een closet tour doen. Want heel veel van jullie vroegen daarom. Willen weten wat mijn favoriete kledingstukken zijn. Hoe die eruit zien. En ook kleren die ik bijna nooit draag, maar wel heb. Ja, jullie waren daar benieuwd naar. Dus ik dacht, laat ik die video combineren. Dus mijn kamer. Is één grote troep. Dit is mijn kast van binnen. Die ziet er ook niet zo opgeruimd uit. Dus ik ga alles uit mijn kast halen, de planken schoonmaken en dan alles er weer terug in doen. En dan netjes en alles wat ik niet meer draag wegdoen. Maar mijn kast ga ik niet vandaag doen, die doe ik morgen. Maar dat komt wel in deze video. Alleen vandaag begin ik met mijn kamer op te ruimen en schoon te maken. Hierzo staat de emmer met sop en een doekje zeep erin. En een droogdoekje voor de glimmende dingen zoals mijn kast. Die moet daarna met een droogdoekje afdoen, zodat je niet van die strepen krijgt. Wow. Kijk even hoe vies. Dit is van dat ene kleine stukje daarboven bij het raam. Wow. Dat wordt niet vaak gestoft. Kijk even dit. Oh mijn god. Ik ben klaar. Mijn bureau is niet per se echt opgeruimd, maar ik heb wel alles opgetild en schoongemaakt. Hetzelfde met mijn kast is schoon. En bovenop heb ik schoongemaakt, daar lag ook allemaal viezigheid. Alleen binnen de kast nog niet. Dus dat ga ik morgen doen. Alleen dan ga ik dus ook gelijk een aantal dingen passen. Want ik heb een paar pakketjes besteld met leuke kleren. Dus dan ga ik jullie laten zien hoe ik mijn kleren ga passen, wat ik ervan vind. En dan laat ik gelijk de leukste kleren uit mijn kast zien. En gelijk even mijn kast opruimen en zo. Het pakketje is binnen met alle kleren. Voor ons alle vier zitten de kleren in. Dus, dat gaan we straks allemaal passen. In deze grote doos zat het. En wat zat erbij? Natuurlijk deze dingen. Hier liggen een aantal rokjes, 5 om precies te zijn. En ik heb ze al gepast. En deze 2 worden het niet. En deze 3 wel. Ik ga straks laten zien hoe ze eruit zien als ik ze aan heb. En dit rokje die gaat terug. Hij is heel mooi, alleen hier zo aan de bovenkant zit hij te strak. Dus die gaat terug. En precies deze in het zwart. Deze precies in het zwart, die gaat ook terug. Want ook mooi, alleen ook te strak hier aan de bovenkant. We zijn een dag verder en ik sta hier voor mijn kast. En zoals jullie weten ga ik dus nu mijn kast een soort van opruimen. Maar niet echt, want ik heb niet heel veel zin. Dus wat ik gewoon ga doen, is alles weer op de plek leggen waar het hoort. Want ik heb al mijn truien en lange mouwen dingen. En alles wat niet mag kreuken, doe ik op een hanger. Hier liggen mijn shirtjes, pyjama's, normale broeken, trainingsbroeken. Maar hier liggen dus ook 2 truien bij, wat eigenlijk niet hoort. Voetbal korte broeken en 2 lange broeken die daar niet horen. En voetbal shirtjes met een trui die daar niet hoort. Dus het klopt niet allemaal meer waar alles ligt. Dus ik dacht, ik ga gewoon alles een beetje opruimen en dan gelijk aan jullie laten zien wat mijn favoriete kledingstukken zijn. Want er werd heel veel om gevraagd. Dus laten we eerst even alles een beetje uit mijn kast gaan halen en alles een beetje ordenen. En dan als het helemaal geordend is, kan ik jullie dingen laten zien. Wat mijn favoriete kleren zijn. Trouwens, ik ben nu bezig, maar ik ga wel even een muziekje opzetten. Want dat maakt het een stuk minder vervelend om dit te doen. Ja.
Mijn kast is helemaal weer netjes gemaakt. Nou ja, netjes genoeg voor mij. Ik ga jullie nu een aantal items uit mijn kast laten zien waar ik heel blij mee ben. Echt mijn favoriete dingen. En dan begin ik met de truien en vesten. Nou, deze trui, daar ben ik echt heel trots op. Want dit is mijn eerste echte dure aankoop geweest, zeg maar. En daar had ik heel lang voor gespaard. En ik wou hem heel graag. En ja, ik heb hem nou al meer dan 2 jaar. Dus daar ben ik heel blij mee. Verder is dit vest redelijk nieuw. En daar ben ik heel blij mee. Zo'n geruit capuchon aan de binnenkant. Dus zit heel lekker, heel fijn. Hij is heel zacht van de binnenkant, kijk. Als je hierin kijkt, zie je hoe zacht stof. Dus die. Verder heb ik deze polo redelijk nieuw. En daar ben ik ook heel blij mee, zo. En dan de shirtjes. Dit is een shirtje van de voorkant gewoon wit. En de achterkant vind ik heel vet. Kijk. Heel mooi. Hier ben ik ook echt heel blij mee. Verder vind ik deze polo heel leuk. Omdat hij heel apart is. Heel weinig mensen hebben zoiets. Het is zeg maar een panterprint, maar dan met bordeaux rood. Dus deze vind ik ook heel vet. Omdat, ja, ik heb deze nog nooit vaker gezien. Dus vind ik heel leuk, heel uniek. En deze trui nog, die zit gewoon heel lekker. Ja, een beetje een fluwelen stof is dit. Dus ja, daar ben ik ook heel blij mee. Deze is ook redelijk nieuw. En dan heb ik natuurlijk nog deze hoofdband. Die hebben jullie wel gezien bij de wintersportvlogs. Ja, die blijf ik gewoon echt heel vet vinden. Heel leuk. En ja, dat waren een beetje de allerleukste dingen uit mijn kast. En dan heb ik alleen nog mijn schoenen. En ik heb toch wel iets met schoenen. Ik weet niet wat, maar ik hou echt heel erg van schoenen. Ik geef daar dan graag ook extra geld aan uit. Dat ik meebetaal zelf met de schoenen die ik dan van mijn ouders zou krijgen. En dan leg ik er geld bij. Omdat ik gewoon heel erg hou van mooie, vette, speciale schoenen. Dan beginnen we met deze. Deze hebben jullie helemaal aan het begin van mijn video's. Heb ik deze gekocht. Ik zal even een linkje hierboven in het i'tje zetten. Maar dat zijn deze badslippers. Heb ik heel lang voor gespaard. En ja, de laatste tijd draag ik ze weer heel veel, omdat het weer lekkerder weer is. Dus daar ben ik blij mee. Ja, ik heb hier dus beneden een heel schoenenrek. Wacht, ik denk niet dat je het kan zien. Nou, en dit is mijn schoenenrek. Heel veel schoenen hiervan draag ik niet. Ik heb 3 paar voetbalschoenen trouwens. En alleen deze draag ik. Deze schoenen draag ik als enige. Gewoon zwart, zonder veters, niks. En verder draag ik vooral deze en deze schoenen. Die draag ik alleen. Dit zijn zeg maar mijn oude schoenen. Dit zijn mijn oude schoenen die vies mogen worden. Deze. Gouden glitters. Dan heb ik deze. En dan heb ik deze. En dan de binnenkant. En dan heb ik hier nog een paar onder zakken zitten. En die heb ik nog nooit gedragen. Dus we gaan even eentje uithalen. Deze heb ik dus nog nooit gedragen. Maar dat komt omdat het witte schoenen zijn die nu nog vies worden. En er zit stof op. Dus dit zijn ze. Alleen ik heb er een zak omheen. Omdat als hier allemaal stof op komt, op, ja, het stofgedeelte komt stof op. Dan krijg je dat er niet goed af en dat wordt niet mooi. Dus deze heb ik nog nooit gedragen. Maar binnenkort, wanneer het weer lekkerder weer gaat worden, dan kan ik ze natuurlijk gaan dragen. Dus bijna kan ik ze dragen. Daar ben ik heel blij mee, want ik vind ze heel vet. Maar ik vind het zonde als ze vies worden. Ik heb 3 riemen. Namelijk deze. Deze heb ik van mijn zus gekregen. Een zwarte. Dan heb ik nog een zakje met een grijze riem. En dan heb ik nog zo'nzelfde zakje, maar dan met een rode riem. Verder heb ik nog een armbandje en oorbellen van Louis Vuitton. Heb ik allebei gekregen, dus die heb ik zeker niet zelf gekocht. Het armbandje heb ik gekregen van een hele groep vriendinnen.
voordat ik de stamceltransplantatie kreeg. Die ziet er zo uit. En dan heb ik nog oorbellen. En die zien er zo uit. Even pakken. Die zien er zo uit. En deze heb ik gekregen toen ik in het ziekenhuis lag van een hele goede vriendin van mij. En deze heb ik gekregen van Julia, een vriendin van mij, toen ik in het ziekenhuis lag met de stamceltransplantatie. Dus daar ben ik heel blij mee. Allebei heel leuk. En dan heb ik hier nog een aantal parfumflesjes. Oké, wat jullie deze video hebben gezien is hoe ik mijn kamer ben gaan opruimen. Hoe ik mijn kast ben gaan opruimen. De leukste sieraden en de leukste parfumflesjes. Ik heb natuurlijk niet al mijn sieraden laten zien. Natuurlijk niet al mijn kledingstukken en dat soort dingen. Maar gewoon een kleine indruk gegeven van wat voor spullen ik heb. En daarbij heb ik ook nog een aantal nieuwe spullen op internet besteld. En een vriendin van mij was ook haar kast aan het opruimen. En die ging ook haar kleren verkopen. En daarbij zaten een aantal leuke dingen die ik wel over wou nemen. Dus dat heb ik ook gedaan. Dus dat ga ik jullie zo laten zien. Alles wat ik eigenlijk nieuw heb gekocht en dus ook nog in mijn kast erbij gaat komen. Ik ben weer terug iets later op de dag. Maar ik had jullie nog beloofd om mijn nieuwe kleren te laten zien. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga ze ook gelijk even aantrekken. Laten we beginnen bij de kleren die ik van een vriendin van mij gekocht heb. Het zijn namelijk 3 setjes van een korte broek met een korte mouw t-shirt. Ten eerste dit broekje met daarbij dit bijpassende shirt. Dus die ga ik even aantrekken. Zo. Dit is het eerste setje. Ik ga zelf even in de spiegel kijken, want zelf heb ik het ook nog niet gezien. Ja, leuk. Top. Eerste setje geslaagd. Doen we naar het tweede setje. En dit is setje 2. Ook heel leuk. Ja, top. Het zijn allemaal een beetje dezelfde soort setjes. Allemaal een shirt en een broekje dat bij elkaar past. Heel leuk. En nou naar het laatste setje. En dit is het laatste setje. Ja, ook leuk. De setjes lijken allemaal best wel op elkaar. Allemaal in andere kleuren en een beetje andere soort pareltjes en zo. Heel leuk. En nou had ik ook nog 3 nieuwe rokjes besteld. En daarbij ga ik even een shirtje aandoen. Namelijk deze. Dit is trouwens ook het shirtje die ik vandaag had laten zien bij een van mijn favoriete kledingstukken. Dus die ga ik even erop aandoen. En dan gelijk even de 3 rokjes laten zien. Ik heb het eerste rokje aan. Je moet alleen even wel wat bruinere benen en alles eronder denken. Want met van die witte melkflessen eronder ziet het er natuurlijk wel een stuk minder leuk uit. Maar dit is het eerste rokje. Dan heb ik nog een ander rokje. Dit rokje is trouwens van Nikki. En dan heb ik ook nog een ander rokje van Nikki. Die ga ik jullie nu laten zien. En dit is het tweede rokje. Ook heel leuk. Alleen hierop is bijvoorbeeld leuk een hemdje of een riempje of zo. Iets anders. Maar zoals je goed kan zien misschien. Ik weet niet of je het goed ziet op camera. Maar het is een rokje met allemaal gekleurde stipjes. En dan is dit het laatste rokje. Een zwart spijkerrokje. En deze is van Calvin Klein. Deze vind ik ook heel leuk. Ja. Dat waren de items. Ik ga jullie ze zo laten zien. Een zwart spijkerrokje van Calvin Klein. Dit zwarte rokje met allemaal gekleurde stipjes van Nikki. Dit soort van cheerleader rokje. Ook van Nikki. En dan nog 3 setjes. Dit broekje met dit shirtje. Dan dit broekje met dit shirtje. Dit broekje met dit shirtje. Dus ik ben er blij mee. Ik heb weer een aantal leuke nieuwe dingen voor de zomer voor in mijn kledingkast. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als jullie vaker dit soort video's willen, als ik kleding ga shoppen of iets heel anders, een keertje over make-up of zo voor mij, laat het dan zeker weten. Maar als jullie dit een leuke video vonden, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je niks van mijn avontuur wil missen. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video.